Hallo, in deze video hebben we het over de Tamron 150-600 G2 objectief. We hebben hem hier op een Nikon staan. Je kan de lens ook kopen voor Canon. Uh, hij is zowel geschikt voor full frame als voor crop factor camera's. Je kan hem in een bundel kopen met een 1.4 converter en er is ook nog een 2.0 converter beschikbaar. Deze 150-600 is echt een telezoom kanon en uitermate geschikt voor het vastleggen van onderwerpen op grote afstand. Uh, we gaan zo hebben over de afkortingen. Maar eerst even over het uiterlijk. Op zijn kleinst meet het objectief 26 centimeter. In de grootste stand, met de zonnekap erop, zit je op 43,5 centimeter. Het objectief weegt 2 kilo. Dit is in principe redelijk uit de hand te gebruiken, maar de lens wordt ook geleverd inclusief een statiefgondel. Uh, deze statiefgrondel is Arcus Swiss compatible, dus als je al een statief hebt dat daarmee overweg kan, heb je verder geen uh, lensplate nodig. De lens is voorzien van Flexlock technologie. En dat houdt in dat de wrijving van de scherpstelling dusdanig is dat als je hem uitzoomt of inzoomt en je verandert de positie van de camera, dat het brandpuntsafstand niet zal veranderen. Ook heeft de lens nog een gewone standaard lock stand die ervoor zorgt dat je lens uh, altijd in de meest korte stand blijft staan. Nog twee mooie eigenschappen van deze lens, die gezien het zoombereik veel buiten zal worden voor natuurfotografie en uh, sportfotografie, is dat die waterbestendig is. Ook is de lens voorzien van een fluoride coating. En wat doet die fluoride coating? Die zorgt ervoor dat uh, water, stof en vettigheid, uh, zoals vingerafdrukken, minder snel hechten op de frontlens. Uh, het grote voordeel dan is uh, dat hij makkelijker schoon te maken is zonder dat je al te veel druk hoeft uit te oefenen. De uh, beschadiging van de frontlens zal dus minder snel gebeuren. De lens heeft een minimale scherpstalafstand van 2,2 meter. Als er nou iets belangrijk is bij natuurfotografie en sportfotografie is het wel de snelheid van de scherpstelling. Daarom is de lens voorzien van een focus limiter. Deze heeft drie standen. In de eerste stand zit de focus uh, op 2,2 uh, tot 10 meter. In de tweede stand is dat uh, van 10 meter tot oneindig. En als je hem op de derde stand zet, dan is het de scherpstelling over het gehele bereik. Nou, dat was in het kort even wat over het uiterlijk. Dan gaan we nu wat meer in op de afkortingen. Want zoals het de goede lens betaalt, heeft deze ook nogal wat. De eerste afkorting is SP. En daarmee duidt Tamron aan dat het om een. Uh, Lens gaat met superieure prestaties. Uh, deze lens kan zich wat dat betreft prima meten met uh, de, de serieuzere modellen van, van Nikon en Canon zelf. 150 tot 600, dat slaat natuurlijk op de brandpuntsafstand en F5.0 tot 6.3 is de diafragmaopening. 5.0 is de maximale opening op uh, 150 mm en vanaf 450 mm zit je op een diafragmaopening van 6.3. DI staat ervoor dat hij te gebruiken is op full-frame camera's, maar zoals ik al eerder zei, is hij ook te gebruiken op camera's met een crop factor. VC staat voor vibration compensation, oftewel beeldstabilisatie. Deze beeldstabilisatie die heeft drie verschillende standen. In de eerste stand wordt er een compromis gemaakt tussen het beeld door de zoeker heen en de uiteindelijke beeldstabilisatie. Stand 2 is voor pen- en shots. Horizontale en verticale bewegingen die je bijvoorbeeld maakt bij het meetrekken met vogels in vlucht of uh, auto's die langskomen rijden, worden uh, gedetecteerd en genegeerd, zodat de beeldstabilisatie niet onnodig uh, hoeft te compenseren. In de derde stand uh, wordt het zoekerbeeld genegeerd en gaat het echt puur om de beeldstabilisatie. USD. USD staat voor Ultrasonic Silent Drive. En, nou, dat zit al een beetje in de naam verwerkt. Dat betekent dat de lens ultrasnel scherp stelt. En natuurlijk bij wildfotografie, natuurfotografie en sportfotografie is dat heel erg belangrijk. En het silent uit de naam slaat erop dat de scherpstelling ook heel stil gebeurt. Nou, en bij wildfotografie wil je natuurlijk niets lievers dan een stille scherpstelling zodat je de wilde dieren niet wegjaagt. G2 staat voor Generation 2, oftewel de tweede generatie. Bij een computerprogramma hadden ze het over een version 2.0 gehad. En wat houdt dat dan in? Het glaswerk is verbeterd, er zit een betere coating zit erop. De gebruiksvriendelijkheid is nog beter geworden. Uh, het zorgt er in ieder geval voor dat de lens beter samenwerkt met de nieuwere generatie camera's... die ook voorzien zijn van nieuwe sensoren. Het zorgt natuurlijk voor scherpere beelden... En minder vertekening. Tot zover deze video over de Tamron 150-600 G2. Vond je de video informatief? Klik dan graag op het duimpje. Heb je er nog vragen over of zou je hem zelf uit willen proberen? Kom dan gerust langs bij ons in de winkel. Cameranu.nl altijd scherp.